Ja, kijk eens naar buiten. Casey and the Sunshine Band en Baby Give It Up. Geweest, hoofdstijd voor de verjaardagen. En is er nu iemand in jouw kennissenkring binnenkort jarig? Of misschien wel een collega? Dat zou zomaar kunnen. Dan laat het mij even weten. Ga naar de site chrisiswatvroeg.nl en klik daar op de verjaardagskalender. Dan zou het zomaar kunnen zijn. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat wij diegene dan gaan verrassen met dat overheerlijke gebak van Bakkerij Zwits. Dus het, ik zou geen risico nemen. Ik zou het gewoon even gaan invullen. Hoor. Gewoon even doen. Nou, even de kalender erbij pakken. We gaan trouwens zo meteen ook bellen. Dus even kijken. Ja, eindigt jouw telefoonnummer met het, het duivelsgetal 666. Dan zet dat ding maar eventjes van trillen af. En het zou zomaar kunnen zijn dat die zo meteen overgaat. Even kijken. Vandaag onder andere jarig Charlie Sheen. Van Marten. Ja, held hè. Komiek, alcoholist. Ja, wat is hij niet? En hij is vandaag jarig. Net als Peter Fox. En dan denk je, Peter Fox, dat is die Duitse zanger van Haus am See. Van Marten. Ja, weet je, ja, ik weet het niet. Of ik, misschien draai ik het nog wel. Ik vind het eigenlijk zo een ruknummer. Ik vind de tekst wel leuk. Want hoeveel vrouwen had hij? 32 kinderen en 16 vrouwen of zo. Oké, laat maar gaan. Verder vandaag jarig Adam Curry. Van Marten. Ja, radiomaker, hè? DJ en toch wel het grootste talent wat Nederland ooit heeft voortgebracht. Jeroen van Koningsbrugge is jarig. Van Marten. Ja, de ene helft van Jurk, hè. Dus de leuke helft van Jurk, om het zo maar te zeggen. Nou, dat was het volgens mij wel zo'n beetje. We zullen eens eventjes de telefoon erbij gaan pakken. We gaan eens even kijken. Die gaan we bellen. 666. Marieke. Marieke Krebbers gaan we bellen. Benieuwd of ze gaat opnemen. Van 91, dan wordt ze 23. Ik ben er even niet. Spreek maar wat in of bel me later terug. Ja, daar heb ik helemaal niks aan. Hey, Marieke, goedemorgen. Maasland Radio hier. Chris is wat vroeg. Ik kreeg een leuke mail dat je vandaag verjaart. En of ik jou eventjes op je verjaardag lekker op tijd wakker wil maken. Zodat je een lekker lang kon genieten van deze verjaardagsdag. Maar dat gaat hem dus schijnbaar niet worden. Ik had hier overheerlijk gebak voor je klaar liggen van Bakkerij Smits. Ook dat gaat aan je neus voorbij. Ik wens je wel een hele fijne verjaardag. En ik zeg maar zo, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Christus wat vroeg. Christus wat vroeg. De Christus wat vroeg verrassingstaart. Bij een verjaardag hoort taart. Vul daarom de verjaardagskalender in op www.christuswatvroeg.nl en win.